Ja, ga maar door, man. Ik ben Koen Fontijn, ICT-coördinator op het Sint-Pieterscollege. En vrijdag sta ik ook 4 uur voor de 6e klas. Wie van jullie is er gisteren? Doe misschien de bank toe. En luister even. Wie van jullie is er gisteren op het Modo geweest? Is gaan piepen. Ik was in het begin van het jaar op zoek naar een platform om mijn digitale leermiddelen op te posten. En ik was daar eigenlijk vooral op zoek naar een medium waar de leerlingen ook actief zouden kunnen op werken. En zo ben ik gestoten op het Modo. Het is eigenlijk een kruising van sociale media en een digitale leeromgeving. Je moet wel eens de Facebook van het onderwijs. Een belangrijk voordeel is dat het gratis is en dat het beheer daarvan heel gemakkelijk is. Wie van jullie kan nu eens goed uitleggen aan de rest van de kinderen wat je moet doen? Iedereen heeft een tekst moeten voorbereiden. Een van de groep gaat filmen, de tekst van de andere. De leerlingen hebben eigenlijk al de voorbije lessen geleerd over het lichaam. Met die leerstof gaan zij aan de slag om zelf filmpjes te maken. Ze gaan zelf aan elkaar uitleggen wat de werking is van bepaalde delen van het lichaam. De bedoeling is dat het afgewerkte filmpje gepost wordt op de elektronische leeromgeving. Hallo iedereen, dit is onze nieuwe programma. Welkom in ons lichaam. Mijn tweede spier is de buikspier. De buikspier heeft de vorm van een chocoladetablet. Ik ga je vandaag vertellen over de botten in het menselijk lichaam. Zullen we beginnen met het schedel? Voor mij is een beetje het Modo zoals Facebook, maar voor kleinere. Je kan video's, foto's posten en dan nog kunnen dat zien en ze kunnen dat ook liken. De meester zet video's en quizzen erop. Bijvoorbeeld van onze lessen van WO. Als je flink bent bijvoorbeeld, of als je iets goed hebt gedaan, dan krijg je een badge. Ik heb er al 2. Ik zie een elektronische leeromgeving als een soort van digitaal klaslokaal. Je ziet dat de leerlingen buiten de lesuren ook met die leerstof bezig zijn. Ik heb volledige controle over wat er gepost wordt, maar ik kan er ook een quiz in steken, ik kan er een poll in steken. Ik kan echt actief bezig zijn met de leerstof. Kijk goed, ik open het filmpje. Waar ga ik kunnen delen? Wat ga ik moeten doen om dat filmpje te delen? Ik heb het 1 geopend. Met 3 bordjes daar. Inderdaad, hè. Dat is eigenlijk het symbool om iets te gaan delen. Het kan zijn via een link, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als ik dat filmpje op Twitter wil zetten. Of als ik dat filmpje wil e-mailen. Dat ga ik hier vinden. We gaan eens kijken. Leerlingen van de basisschool komen sowieso heel veel in aanraking met die sociale media. Wat ik soms wel merk, is dat de kinderen weinig zelfreflectie hebben naar de eigen content dat zij op zo'n media plaatsen. Ja, die elektronische leeromgeving geeft mij echt eigenlijk een middel om dat te gaan bekijken en met hem te bespreken. Als er iets op verschijnt dat kwetsend is voor een medeleerling, dan kan je eigenlijk als leerkracht gaan ingrijpen en een interessant gesprek hebben in de klas erover. Wie de andere filmpjes kijken? Kijk, weet je van Edessa, van Naert, van Maria of Timothée of Sam? Eerst Maria. Het hoeft niet alleen leerstof te zijn. De leerlingen posten soms ook filmpjes die dat zij leuk vinden, die dat zij interessant vinden. Ik heb al meegemaakt dat ze een broertje hebben en dan gebruiken ze het Modo als forum om dat uit te schrijven. Dat toont wel aan dat leerlingen dat niet zien als iets schools, maar dat ze dat echt zien als een medium in contact te komen met de klasgenoten, met hun vrienden. Als jullie thuis zijn en je logt in op het Modo, dan ga je zien in je tijdlijn onder andere ook die link naar dat programmeren waar we vorige week over gesproken hebben. Maar daar is ook nog een andere link. Dat is een quiz. Dat is over het lichaam, over de leerstof waar jullie nu mee gewerkt hebben. Je hebt tijd tot volgende week woensdag om die op te lossen. Eens dat die filmpjes gepost zijn, zijn die beschikbaar voor de leerlingen. En als zij dan thuis inloggen, dan zien zij de filmpjes van de andere groepen. De bedoeling is dat zij die filmpjes goed bekijken en eigenlijk zo hun leerstof gaan leren. Die elektronische leeromgeving geeft mij eigenlijk een middel of een forum om te communiceren met de leerlingen buiten de lesuren. Ja, het is wat een eigentijdse manier om met de leerlingen in contact te komen. Het is hun taal, zij ademen ICT. Ik denk dat we op deze manier ook werken aan vaardigheden die een basis leggen bij de leerlingen om later met die sociale media beter te kunnen omgaan.